seat again. As the founder of Turkish Republic, Kemal Atatürk said, I love it, took the quote. There are only hopeless people, but there are no hopeless situations. And lawyers will continue to carry the torch of hope all over the world. I promise. Ten eerste moeten alle oplossingen binnen de grenzen van het internationale recht plaatsvinden. Ten tweede moeten we veel meer dan tot nu toe de verantwoordelijkheden en de lasten spreiden binnen Europa en binnen de wereld. Om te kunnen voldoen aan onze internationaal rechtelijke verplichtingen in deze hele roerige tijden moeten we inzetten op een en-en-en-strategie. En mensen in de regio ondersteunen. En ruimhartig mensen hervestigen. En legale manieren creëren zodat mensen die dat echt niet kunnen, wel asiel kunnen krijgen in Europa. Nou, we staan voor grote vraagstukken. Grote vraagstukken zoals migratie. En dat vergt ook dat je durft buiten gebaande paden te kijken. En dat je moet denken in oplossingen in plaats van beperkingen. Ik geloof in insluiting in de samenleving in plaats van uitsluiting door opsluiting in een gevangenis. En ik denk zeker als we niet zorgen voor goede integratie, dat dat leidt tot polarisatie en daarmee de creatie van een dreiging in plaats van het wegnemen daarvan. Veiligheid is nodig om je te kunnen ontwikkelen. Maar dat betekent niet dat veiligheid maakbaar is, dat we dat kunnen garanderen. Je moet dat als overheid stimuleren, optimaliseren, maar je moet je ook realiseren dat er andere waarden zijn, zoals vrijheid, die kunnen botsen met de ambitie op vrijheid. En daar het midden in vinden, dat is de taak van de politiek. De overheid mag alles van ons weten als we daarmee terroristische aanslagen kunnen voorkomen. En mensen die wij verdenken van terrorisme, moeten we wat strakker mee omgaan dan met andere mogelijke criminelen. Mijn boodschap is dat Nederland te ver is doorgeschoten in een aantal maatregelen tot bestrijding van het terrorisme. En dat geldt dan vooral vanuit mijn perspectief op het gebied van het nationaliteitsrecht, dat als ingezet wordt als instrument tegen terrorisme. En dat is in strijd met internationaal recht.